Het is weer gelukt. We hebben weer een boekje. Ik moet er uiterst voorzichtig mee zijn, maar hier staan alle vragen in. We hebben er weer 75 bedacht. Hier staan ze in en vrijdagavond kunnen ze hier ophalen. Dus we wensen iedereen heel veel succes erbij. En tot vrijdag blijft het een groot raadsel welke vragen erin staan. Het is bijna staatsgeheim. De 75 hersenkrakers zorgen voor flink wat speurwerk en puzzelwerk. Voor de makers van de quiz iets waar flink wat tijd in is gaan zitten. Ik zit de eerste 4 maanden zit ik gewoon in de afvraagmodus. En dan zit ik op elkaar. En dit jaar heb ik voor het eerst samen toch een beetje gespart met mijn dochter en dergelijke erbij. Dus daar liepen we de vragen door en dergelijke. Ik denk, is dat ook leuk? Is dat een moeilijke vraag? En ze moeten absoluut niet te googlen zijn. Dat is ook, of absoluut niet. Als je een aantal trefwoorden, als je 7 of 8 trefwoorden hebt, dan kun je ze misschien wel googlen. Maar die moet je dan natuurlijk wel zelf bedenken. Nou, bijvoorbeeld deze vraag over tegels. Van die veiligheidstegels die er liggen. Van A, B, C. Wat is de goede volgorde? Dat lijkt heel makkelijk, want het ligt gewoon in een dorp. Alleen, rekening mee houden dat met de ijsbaan staat het hokje er bovenop. Ja, dus dat is op zich een mooie puzzel. Maar dat was een vraag van vorig jaar. De vraag van dit jaar, daar moet nog even op gewacht worden. De deelnemende teams krijgen pas op vrijdag het vragenboekje. Het eerste jaar hadden we 49 teams. Het tweede jaar waren er iets over de 60. Vorig jaar waren er 74. Het zou heel mooi zijn als we in die richting zouden gaan. Op dit moment gaat het aardig in die richting. En als we tussen de 75 en 100 teams hebben, nou, dan zouden we heel tevreden zijn. Dat zou heel mooi zijn. Alleen dan moeten we het allemaal nog wel nakijken. Dus daar zie ik nog een beetje tegenop. Maar goed, die klus is dan voor ons. Een week later worden alle antwoorden bekendgemaakt en krijgt het team met de minste fouten een prijs. De eerste prijs is €444,40. We zeggen altijd, dan heb je iets te vieren. De tweede prijs is €220,20. En dan zijn er nog wat kleinere prijzen. 75 vragen waar een jaar aan gewerkt is. Dat moet er eentje wel uitspringen. Nou, dat is een vraag. Ja, die vraag, daar moeten wij over nadenken. Ik heb vragen waar ik heel lang mee bezig ben geweest. Dus wat dat betreft zou die het kunnen wezen. Maar we houden het nog eventjes. Van de week hoor je het.